leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag de Finaste Adventskalender unboxing voor jullie 2024. Ik ben echt ontzettend benieuwd wat hierin zit. Mocht je dit merk niet kennen, er zit ja, sieraden in. Maar ik ben benieuwd welke sieraden natuurlijk. Ik ga deze in ieder geval unboxen vandaag. Ik heb de gouden variant. Je kan namelijk kiezen voor je hem bestelt of je zilver of goud wil. Ik draag goud, dus ik ben voor goud gegaan. Ben jij benieuwd wat er in de adventskalender zit van Finaste? Blijf dan kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Goed, de adventskalender van Finaste. Ik kreeg er trouwens een super schattig kaartje bij. Waar ook iets op geschreven is. Dat is altijd leuk. Het ziet er dus zo uit. En het is een 10-daagse adventskalender. En ik heb het nu, volgens mij is dit mijn derde jaar dat ik deze unbox. Elk jaar zijn er zeg maar zoveel vakjes. Er zijn geen 24 of 25 vakjes. Wat ik wel jammer vind. Maar goed, dan wordt het denk ik een hele dure adventkalender. Deze adventkalender kun je namelijk bestellen voor €49,95. Dus €50. En dan heb je 10, als het goed is, gouden sieraden. Klinkt goed. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga hem openen. Oh, wat schattig. Oh, dit is leuk. Zo ziet hij er van binnen uit. Normaal hebben we doosjes. Hebben ze echt van die sieraden doosjes. Maar nu heb je echt een soort scheurkalender. En ik vind dat dus wel echt heel erg kerstig en leuk. Dus ziet er echt mooi uit. Ziet er ook heel chic uit met dat goud. Scheuren, let's go. Vakje 1. Ik ging er al met mijn vinger een beetje op 6. Dus die is al een beetje gedeukt. Maar ik zie niet wat erin zit. Vakje 1 zit hier. Oh, dit klinkt toch zo lekker. Oh, wat goed. Er zit ook echt van wat... Dat zachte spul en wat ook altijd in die sieradendoosje zitten. Hier kun je echt niks van zien. En ik ben ook helemaal afgeleid, want ik heb nog helemaal niet gezien wat het is. Maar in ieder geval, het ziet er mooi uit qua kwaliteit. Het allereerste is een ring. En ik vind deze ring heel erg mooi. Ik ga even kijken waar ik hem om ga doen. Kijk, ik doe even dat zwarte erachter, dan zie je het misschien beter. Maar dit is de ring. En hij is dus verstelbaar. Kijk, dit is de... ring. Hij kan natuurlijk om alle vingers, omdat hij verstelbaar is. Maar goed, dit is dus vakje 1. Ik heb hem iets te strak. Wacht, ik moet hem wat groter maken. Beter, wat meer ademruimte. Helemaal leuk. Ik vind het leuk. Leuk om mee te beginnen met een ring. Ik doe deze ook even om die ik net om had, anders raak ik alles kwijt. Gaan we door naar vakje 2. En die zit hier. Oh, wat is dit? Kijk, hier zit weer van dat spul. Volgens mij kun je dit er ook... Oh, dit kun je er helemaal uithalen. Oh, dit is leuk. Wat is dit eigenlijk? Een armband. Dit is de armband. Het is een gouden armband met een strikje. En dit is natuurlijk nu helemaal in. Hij is ook niet zeg maar zo stijf. Het is echt dat lossige. Dus het zwiebert ook lekker mee. Ik weet niet, volgens mij ben ik echt de enige die het niet kan. Maar ik kan dus echt geen armbanden bij mezelf omdoen. Maar ik vind deze heel leuk. Echt heel cute. En dit past ook gewoon iedereen. Kijk, hoe doen mensen dit? Oh mijn god, ik heb het. Kijk nou, dit is hem. Dit is toch leuk. Dit is leuk voor... Iedereen vindt dit toch leuk. Subtiel. Helemaal schattig. Goed, vakje 3. Die zit hier. Oh. Oh, die vind ik heel mooi ook. Ook heel subtiel, maar... Ja, ik hou hiervan. Ik vind dit zo mooi. Vooral als je meerdere gaatjes hebt. Ik heb zelf 2 gaatjes. En dan vind ik het mooi om een iets groter in het eerste gaatje te doen. En in het tweede gaatje bijvoorbeeld dit. Kijk, dit zijn de oorbellen. En hoe mooi zijn die diamantjes die erop zitten. Ze glimmen zo mooi. Het is gewoon een goud ringetje met zilveren diamantjes. Prachtig. Ook deze ga ik gewoon al in doen. Het wordt al gelijk een try-on. Oeh. I like it. Het gaat ook heel lekker dicht. Echt zo'n makkelijke sluiting. Tada. Ik vind het helemaal leuk. Hier ben ik echt blij mee. Goh. Oké, dus we hebben een ring. We hebben een armband. We hebben een oorbellen. Misschien hebben we dan nu een ketting. Geen idee. We gaan naar vakje 4. Het is wel een kleiner vakje. Het is of een armband of een ketting. Volgens mij is het een ketting. Ja, dit is een ketting. Ja, een ketting. Ook mooi. Deze is wel wat subtieler. Dit is dus zeg maar een soort ja, swirl, een draai zit erin. Er zit verder geen bedeltje of iets aan. Op zich is dit heel mooi om te layeren. Maar ik hou zelf van die wat
heftige kettingen, zeg maar. Maar hij is wel heel erg mooi en glans ook heel mooi. Dus dat is een ketting door naar vakje 5. En die zit hier. Een ring, het is een ring. Oh ja, dit is niet helemaal mijn smaak. Nee, dit vind ik niet zo heel leuk. Dit is de ring en het is eigenlijk een soort ja, organische vorm. Maar ik vind het dus iets weg hebben van een slang. Ja, nee, dit is niet mijn stijl. Ik heb hem om de middelvinger. Nee, dit is niet helemaal mijn ding. Dus, maar ja, misschien wel jouw ding. Wel leuk, een ring, maar niet mijn smaak helaas. Oké, we zijn bij vakje 5 hebben we gehad. Nog 5 te gaan, we zijn op de helft. Wat kunnen we nog meer verwachten? Misschien grote statement oorbellen. Vind ik ook leuk. Vakje 6, en die zit hier. En die had ik per ongeluk al iets ingedeukt. Maar ik weet niet wat erin zit. En er valt iets uit. Dit is een armband. Oeh, pretty. Dit vind ik wel een hele mooie. Aan de ene kant is deze armband heel erg subtiel. Want het is natuurlijk gewoon, ja, één streep, zeg maar. Één bandje. Zit geen bedels of poespas aan. Maar aan de andere kant, ik heb dus altijd heel veel armbanden om. Nu valt het me nog mee. Maar dan vind ik het altijd wel leuk om zoiets er dan bij te doen. Ter vulling. Dus dit kun je altijd met allerlei soorten armbanden combineren. Ja, op zich een leuke armband. Gewoon basic, minimalistisch. Iets dikker. Leuk, prima. Oké, we gaan door naar vakje 7. Die zit hier. Ja, hier hou ik van. Dit lijkt heel erg op wat ik nu al in heb. Dit zijn namelijk oorbellen. En dit is natuurlijk helemaal in. Ik vind dit heel leuk. Dit zijn de oorbellen. Toch minimalistisch, maar toch een statement. Want het is niet niks in je oor als dit hangt. Ik vind het leuk. Zijn ze zwaar? Oh, dat valt eigenlijk wel mee. Oh, hierachter zijn ze ook hol. Dus het is niet één grote bol aan je oor, zeg maar. Dat vind ik op zich ook wel fijn. Het is gewoon een platte oorbel, zeg maar. Dus dat is deze. Vakje 7 hebben we gehad. Nog 3 vakjes te gaan. We gaan naar vakje 8. En die zit hier. Wat is dit? Iets met hartjes. Oh, dit is leuk. Dit vind ik heel leuk. Dit is een armbandje. Ik vind deze leuker dan het armbandje van net. Heel subtiel. En dan met allemaal hartjes eraan. Ja, ik vind dit dus echt super leuk. Om erbij om te doen. Heel erg leuk. Laten we voor nog een leuke ketting gaan. Vakje 9. Het één na laatste vakje. Is een ring. Niet één hartjesring. Niet 2 hartjesringen. Niet 3. Maar we gaan gewoon voor 4. Een hartjesring. Ja, ik hou van dit soort ringen. Lijkt wel een beetje op wat ik al heb. Kijk, dit heb ik al. Maar deze zit erin. En ik vind deze, als ik eerlijk ben, veel leuker. Past ook super leuk bij het armbandje die we net hadden met die hartjes. Deze is ook weer verstelbaar, deze. Daar ben ik echt heel erg blij mee. We gaan naar het allerlaatste vakje. Vakje 10. Ik hoop of echt grote statement oorbellen of een leuke statement ketting. Dat zou wel heel leuk zijn. Maar aan de andere kant hebben we al wel een beetje een soort van statement oorbellen gehad. Dus ik gok op een ketting. Dit bedoel ik. Een statement ketting. Halleluja, dit vind ik helemaal leuk. Dit is helemaal Floor. Wat mooi zeg. Oh, wat leuk. Er zit ook een sneeuwvlok aan. Heel leuk. Oké, dit is mijn favoriete ketting op dit moment nu. Misschien wel. Kijk, ik denk dat je het wel kan zien. Er zit een maantje aan. Hier een sneeuwvlok. Een hartje weer. Dus dat past ook weer bij de hartjes. Pareltjes. Dit vind ik helemaal leuk. Ja, dit is Pantacroon. Wat een top afsluiter. Oké, ik heb dus hier al een ketting om. Dus die moet je even wegdenken. Maar hoe leuk. Dat waren de vakjes alweer. Wat vind ik van de Finaste adventskalender? Oké, je moet even nadenken. Of je moet even nadenken. Nee, maar als je erover nadenkt, heb je 10 vakjes. De adventskalender kost, laten we zeggen, afgerond 50 euro. Je betaalt dus letterlijk 5 euro voor elk vakje. Ik vind het helemaal waard. Absoluut. Er zitten echt
pareltjes tussen. Tuurlijk is het leuker als je 24 of 25 vakjes hebt. Maar dan moet je er ook gewoon van uitgaan dat het duurder wordt, de adventkalender. En voor 50 euro heb je nu een prachtige adventkalender met super leuke items. Echt, het zit wel goed verschil. Of verschil, er zit een mooie diversiteit in. Qua oorbellen, kettingen, ringetjes, armbandjes. Ik vind deze knallen leuk. Dus daar eindig je mee. Begint met een ring. Ja, ik heb eigenlijk niks negatiefs te zeggen. Ik vind het echt een hele mooie adventkalender. Ik heb hier alles nu zo liggen. Ik ben er helemaal blij mee. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van de adventkalender vindt. En als jij de zilveren hebt, laat me even weten of je dezelfde items hebt in het zilver. Of dat je ook echt andere items dan hebt. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dus laat het even weten in de comments. Ja, dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zou de adventkalender even in de beschrijving linken. En dan zie ik je tot de volgende video weer. Doei doei!